President Chandrika-Prasad Santokhi is gistermiddag aangekomen op Santo Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek. Bij dit bezoek is het staatshoofd vergezeld van een delegatie, bestaande uit Surinaamse zakenlieden. In voorbereiding op zijn formele ontvangst door president Luis Abinader van de Dominicaanse Republiek heeft president Santokhi na aankomst gesprekken gevoerd met zowel de presidentiële als de zakelijke delegatie. Daarbij zijn handelsmogelijkheden binnen bestaande verdragen besproken en de situatie in Haiti onder de loep genomen. De zakenrelaties bieden volgens het staatshoofd enorme kansen voor de economie van Suriname. President Santokhi heeft ook een Surinaamse zakenman ontmoet die al 20 jaar in de Dominicaanse Republiek woont. Deze ontmoeting vond het staatshoofd zeer inspirerend, vooral met de netwerkkennisdeling door deze zaken. Santokhi hoopt het maximale resultaat uit dit bezoek te halen.